Nou, we zitten in de auto. Ik weet nog steeds niet wat we gaan doen. De Kim is aan het rijden. Oh, goedemorgen lieve mensen. Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is gewoon normaal vroeg, het is 9 uur. En ik heb heerlijk geslapen. En dan heb ik echt heerlijk geslapen. Ik ben nu eventjes onderweg richting de supermarkt. Moet ik letterlijk nu naar de winkel toe om brood te halen. Ik ben gisteren samen met Jaren naar de supermarkt geweest. Alleen, ja, ik ben dus vergeten. Het enige belangrijke eigenlijk voor elke ochtend brood. Had wel wat slimmer gemogen van mezelf. Zo, die hebben we gehaald. We moeten nog alleen even eitje halen en dan kunnen we naar de kassa toe. En we zijn weer terug. Oh. Zo, dit is klaar, maar... We hebben lekkere gekookte eitjes, ja ja. Oeh, dat is heet. Dat is heel heet. We zitten weer op ons plekje. We gaan even lekker werken voor 2 uurtjes. Dan zijn we zo meteen klaar. En dan kunnen we de dag weer gaan vervolgen. Daar heb ik er echt veel zin in. Nu eerst even ontbijten. Met gewoon lekker boterhammetjes die ik net heb gehaald. En wat eitjes die ik net heb gehaald. En even een videootje kijken van... Deze keer is het Jeff Widdeck. Als je niet weet wie het is, zoek hem op. Als je niet wil weten, zoek hem niet op. Oh ja, en ik heb trouwens ook keelpijn. Of in ieder geval, ik begin keelpijn te krijgen. Dus vandaar dat ik deze gemberthee aan het drinken ben. Het is nodig, want... Ja, het doet pijn. Zo. Oef. En zo, we hebben ineens kapstok. Eindelijk. Na ongeveer, wat is het? 1,5 maand. Kan ik eindelijk mijn jas over van mijn deur afhalen. Deze, en deze, en deze, en deze. Het is nodig. En het ene moment ben ik kapstok aan het ophalen samen met Jago. En het andere moment, ga ik lekker sporten. Maar eerst ga ik even lekker sporten, want het is echt al... Veel te lang geleden dat ik in de sportschool ben geweest van mij thuis. Dat was vorige week maandag. Niet goed, hè? Moeten we volle bak aan de slag. Let's go. Oefening 3. En dan zijn we bijna klaar, jongens. Ik heb vanavond een verrassing trouwens. Ook nog, een verrassing. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ik heb net een appje gekregen en ik weet helemaal van niks. En Kim is vanavond om 6 uur bij mij en dan rijden we ergens naartoe. Het is niet in Tilburg, maar waar het is, heb ik geen idee. Ik vind het echt heel spannend en ik ben aan het sporten, maar totaal geen focus, want ik wil gewoon weten wat het is. Echt vervelend. Maar wel heel erg leuk. Niets beter dan jezelf eventjes de sportschool in trekken en kaarten gaan sporten. Nu eventjes mezelf klaarmaken, douchen, eten halen en dan is Kim hier met de verrassing. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb geen flauw idee. Dus ik ben steeds in spanning aan het afwachten. En als we dan gaan douchen, zijn we natuurlijk in een omgeving waar heel veel echo is. En dan hoor je ineens dat... Oké, sorry, ik ben echt een smeerpijp, hè? Tja. A few moments later. Nou, we zitten in de auto. En ik weet nog steeds niet wat we gaan doen. De Kim is aan het rijden. Met een lolly. Maar kijk, de routebeschrijving staat aan, alleen ik weet gewoon niet waar we naartoe gaan. Ik vind het heel spannend, jongens. En ik ben wel iemand die van verrassingen houdt, op zekere hoogte. Dus ik vind het heel erg leuk, maar ik ben zo tering benieuwd. Alleen, nou denk jij natuurlijk, straks valt het tegen. Ja. Ja, dat dacht ik al. Maar het zal nooit tegenvallen, want ik heb sowieso zin om iets te gaan doen. Ik vind het sowieso leuk. A few moments later. Nou, daar gaan we dan. Wat gaan we doen? Dit is heel duidelijk. We gaan glow in the dark midget golven. Oké, dan gaan we eerst de bal voor mijn ouders trots gaan maken trouwens. Want die golven. Dat is beter. Dat is wel hard. Klasse. Oké, okay, gaan we nou even beginnen? Eerst de vorm gaan we nu doen? Nee. Nou, we hebben even mijn winst gevierd met een drankje. Nee, zo'n groot verschil was het niet. Het was ongeveer 5 punten verschil, toch? Ongeveer. Nou, dikke prima. Dat is lekker, jongens. Oh, lekker. Mekje halen. En kijk, daar hoort het bij, hè. Als je zwaar hebt gesport, ga je mekje halen. Zo werkt het. Lieve mensen, ik heb echt een superleuke avond gehad en ik lig nu lekker in bed en ik ga ook lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag en nieuwe kansen om leuke dingen mee te maken. Dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Vergeet niet te liken, abonneren en al dat soort dingen. En dan zie ik je morgen weer bij een nieuwe video. Later.